2011 gaat het allemaal gebeuren. De eerste bouw- en renovatiewerkzaamheden in de wijk Het Bijvak in Enschede. Het gaat er geweldig uitzien, zegt woningcorporatie Domein. Ja maar, zeggen de bewoners, we wachten al zo lang op de presentatie van de definitieve plannen. En ik weet nog steeds niet of ik nou in mijn huis kan blijven wonen of dat ik er weg moet. Vanavond, de 30 juni 2010, presenteert Domein de definitieve plannen. Hoe zijn de reacties van de bewoners en wat vindt Domein er zelf van? Ik denk dat we inderdaad gewoon echt oog hebben voor het individu. En dat we gewoon gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat inderdaad wat u zegt, dat iedereen maar zo zijn eigen huis mag uitzoeken. We gaan wel kijken wat de wensen van mensen zijn en hoe we die wensen in het grote geheel kunnen inpassen. Mevrouw Gieteling, u heeft wel een mening, maar het is niet zo positief. Nee, dat klopt. We zijn erg boos. Mijn woning blijft staan. En we zijn nu op dit moment zijn we daar beland dat dus alle woningen die leeg zijn, wordt door een, ze hebben met de anti-kraak hebben het domein, heeft dus een regeling getroffen dat het dus het niet wordt gekraakt. Hartstikke mooi zou je zeggen. Alleen deze mensen betalen heel weinig huur ten opzichte van ons, vaste bewoners, moeten heel veel huur betalen omdat we twee verdieners zijn. En nu heb je dus over de hele brink heb je dus heel veel studenten. Er werd ook vanavond gezegd door de wethouder, het wantrouwen is omgeslagen in vertrouwen. Bent u het daarmee eens? Nee, het vertrouwen was er eerst niet, omdat wij nooit erkend waren. Dus dat zijn bewoners. En nu hebben we wel de vertrouwen in dat vanwege de inspraak die we nu hebben, dan komt de vertrouwen wel. We zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde bootje, alleen wij hebben wel erg veel vrije tijd geïnvesteerd om de plannen die er nu liggen samen te kunnen presenteren. En dat samen is voor mij ook een echt samen. Als je straks thuis komt, heeft iedereen een informatieboekje waarin al deze plaatjes en alle dingen die ik nu vertel ook allemaal netjes in verwoord staan. Heeft u wel eens een moment gehad de afgelopen jaren dat u dacht van nou, wat ze van plan zijn, Domein, ik weet het niet meer. Ja, ik was erg boos op Domein eigenlijk. Ik dacht, Domein heeft geen geld of zo. Waarom zo 7 jaar laten wachten? Het duurt heel lang, maar ja, ik heb een beetje moeite gehad eigenlijk. Ik was ook heel erg boos. Elke afspraken gekomen, ja, een beetje meegepraat, mee mening gegeven. Maar nu gelukkig, ik ben wel blij mee. Ik heb het idee van dat wij vanavond een uitstekend en een fantastisch plan gepresenteerd hebben. Ik heb daar over het algemeen hele positieve reacties op gehoord. Goed, tuurlijk waren er ook een aantal mensen die zeiden van nou ja, maar ik wil dat en ik wil dat en ik wil het nu meteen geregeld hebben. Ja, dat kan niet. Hebben we mensen ook uit kunnen leggen. En ik heb niet het idee van dat we verwachtingen moeten temperen. Het enige van wat mensen lastig vinden, en dat begrijp ik ook heel goed, is dat als je nu een plan presenteert, dan wil je graag dat het morgen geregeld is. En mensen hebben al jaren en jaren gewacht op duidelijkheid. Die duidelijkheid hebben we vanavond kunnen geven. Daar ben ik heel blij mee. Waren mensen ook heel blij mee. Dat heb ik ook gemerkt in de zaal. Als je dan tegelijkertijd de boodschap nog moet geven van jongens, het duurt wel tot 2014 voor het helemaal af is. Dat is 4 jaar. En dat is een lange horizon. Even zomaar de zaken omkeren. Je woont in Bijvank. Wat heb jij vanavond gehoord? Ja, dat is een hele goeie. Die vraag heb ik de laatste dagen is veelvuldig door mijn hoofd gegaan. Ik denk dat ik eerst gehoord heb dat ik er misschien toch af ga en dat ik daar stevig van baal. Maar dat ik ook wel de indruk heb dat een aantal partijen hebben benadrukt van ja, er zijn wel mogelijkheden. En die mogelijkheden moet ik ook maar eens even goed gaan onderzoeken. Want ze zullen het ook niet alleen maar slecht maken. Ja, ik vind het heel mooie plan. Ik ben heel blij mee. En heel weinig hobbyhuizen. Dat helpt ook. Ik ben er wel blij mee.